Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Ruiz Cartoregio. Hij gaat ons wat meer vertellen over het Jamoor Institute of Education and Advice. Deze jongeman heeft een instituut opgezet dat van alles te doen heeft met educatie. Jongeren, studenten en ga zo maar door. Dat is zijn belangrijkste doelgroep. Aan het eind van de maand is het de bedoeling dat er een platform wordt gecreëerd of wordt gelanceerd waarbij studenten en leerkrachten, begeleiders van studenten, elkaar kunnen tegenkomen, elkaar kunnen ontmoeten, om op die manier ook de ondersteuning aan elkaar te geven, om op die manier verder te kunnen. Hij vertelt ons wat meer over zichzelf natuurlijk, uiteraard in deze aflevering van Q-Time, en daarna van alles en nog wat over het platform. Kijk mee naar het gesprek met Ruiz. What made is a little Q-Time. Goeiedag Ruiz en welkom bij een andere aflevering van Q-Time. We gaan vandaag een beetje babbelen met jou over Jamoor's Institute for Training and Advice. Yes. Jamoor's Institute for Training and Advice. Goed. Jij bent geen Jamoor, jij bent Ruiz. Dus laten we alvast even kennis maken met jou. En dan kan je ons daarna voor alles nog meer vertellen over Jamoor's Institute for Training and Advice. Yes, hartelijk dank. Groetjes aan ieder die kijkt. Mijn naam is Ruiz Cartoregio, een vrij jonge, flexibele en energieke guy in Suriname natuurlijk, 31 jaar. Van nature, mijn achtergrond is journalistiek en communicatie. Mm-hmm. En ik heb mijn eigen business, Jamoor, Jamoor Institute of Education and Advice. Maar daaronder vallen er ook trainingen. Okay. Maar mijn focus is het aanbieden van bijlessen, huiswerkbegeleiding en studiecoaching. In principe anything that the students need, dat de studenten nodig hebben mm-hmm. om succesvoller te zijn in hun studie. Ruiz is verder ook fulltime werkzaam bij de grootste drugisterij in Suriname. Maar daarnaast ook heel sociaal bewogen. Ik maak deel uit van verschillende sociale organisaties, jongerenorganisaties, om ook via een andere manier mijn bijdrage, mijn krachten te leveren voor de opbouw van Suriname, voor het ondersteunen van anderen. In het bijzonder jongeren. Ik voel me echt bewogen met jongeren, met studenten. En daar haal ik mijn voldoening uit. Dus deel van het... Jij bent zelf nog jonger, hè? Even serieus. Ja. Ja, dat is dat. Ja, dat is ook deel van de jongeren dan jij, dat bedoel je, oké. Okay. Dat bedoel ik, ja. Maar ook mijn peers, hoor. Ik ben ook daar, zo ook mijn peers. Oké. Ja, dus dat is het. Ja, dat is het laatste wat je zei. Oké. Okay. Ja. Hoe ga je van journalistiek naar education? Dat is een hele goede vraag. Ik zat ook daarmee. In het verleden had ik niet echt een idee wat ik verder wilde studeren. En ik kwam op van HAVO, ging ik naar ADEC en toen moest ik schakelen, want met je HAVO-diploma moest je daar gaan schakelen. Schakelklas volledig doorlopen en moest ik daarna geïnteresseerd in een baan voor mezelf. Om te voorzien van mijn eigen dingen, weet je, dat je ouders niet meer zoveel lasten vallen, ze gaan met pensioen. En waardoor een hele andere mindset in me opkwam. Dus was de noodzaak groot om in de avond naar school te gaan als ik een job zou hebben. Dat was een beetje moeilijk in die tijd, die avondopleidingen, althans die ik wilde hebben. Ze waren allemaal dagopleidingen. En was ik genoegzaak om een jaartje een pauze te nemen met de school. Maar wel met de bedoeling dat ik mezelf verder bleef educeren. Maar in dat jaartje heb ik zoveel research gedaan om echt erachter te komen van, oké, Ruiz, wat wil je eigenlijk gaan studeren? Er zijn heel veel leuke dingen, maar waarvan hou je eigenlijk? En toen kwam ik op de website van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AKCO. Ja. Ik heb ook toevallig vrienden gehad waarvan ik het niet echt wist dat ze daar op school zaten. Heb ik met ze gesproken hoe het is en wat de vibe is, wat je allemaal leert. En ik vond het heel interessant, de opleiding van journalistiek. Ik zag mezelf niet echt als journalistisch daar zijn mensen interviewen, maar gedurende mijn opleiding zag ik echt van, weet je, dit is hem. Je komt in contact met mensen, verschillende niveaus, verschillende lagen.
Geloof me, als je niet echt sterk bent qua gevoelens en emoties, dan kan je heel gauw inzakken tijdens een interview bijvoorbeeld bij het horen van iemands verhaal. Dus je moet heel sterk zijn. En ook de inzichten die je daar vergaart, die je opdoet, de skills, zijn helemaal top. Maar ja, wat ik doe... Zeker weten, het zal ja, helemaal. Het inderdaad niet liggen. Ja. Weet je? Maar wat je ik doe... Je leert schrijven, je leert met mensen juist. En ga zo maar door. Inderdaad. Het is wel een inderdaad. Beetje dat als fundament kan dienen, zeg maar. Yes, helemaal. Dus wat ik heb gedaan, ik probeer deze skills te gebruiken in andere sectoren. Dus niet per se het media gebeuren bijvoorbeeld, per se journalistiek of als journalist te gaan fungeren, maar ook gewoon in andere sectoren, onderwijs, sport, et cetera, et cetera. En daarnaast had ik ook de drang om mijn eigen business te starten. En kwam ik echt op het punt van, oké, maar hoe match dat met elkaar? En sowieso match het. Ik kan gebruiken, journalistieke skills gebruiken om bijvoorbeeld artikelen te gaan schrijven, maar over education. Ik kan die skills gebruiken om bijvoorbeeld trainingen te gaan uitschrijven. Om processen qua bijlessen, qua huiswerkbegeleiding te gaan opzetten. Maar ook het onderhandelen met mensen, ook het interviewen van studenten. Dus dat alles heb ik dan gecombineerd met de educational stuff om dan mijn business op te zetten. En hier ben ik vandaag met mijn business straks 4 jaar. Maar ook als achtergrond training, maar die skills van journalistiek en communicatie hebben me ook heel goed geholpen om, je kan zeggen, trainer en coach te zijn. Mm-hmm. Oké. Okay. Jouw instituut houdt zich dus bezig met alles wat met education te maken heeft. Je hebt net gezegd, jullie doen trainingen. Misschien ook wel goed om te vertellen wat voor trainingen. Je hebt het ook gehad over huiswerkbegeleiding. Ik was wel benieuwd om te weten hoe je dat allemaal combineert in coronatijd. Dat is dus denk ik ook wel interessant. Dus wat voor trainingen? Laten we bij de eerste vraag beginnen. Wat voor trainingen verzorg jij? Ja, het gaat onder andere gaat meer om de trainingen voor de soft skills. En eigenlijk wil ik niet zozeer meer praten over soft skills, maar over belangrijke skills, necessary skills. Dingen die je toch wel nodig hebt om succesvoller te zijn, om volwaardiger te zijn als een medewerker, als een leider. Dan kunt u denken aan public speaking, presentatietechnieken. Je gaat ooit eens in contact komen met die dingen om te presenteren. Of het nou op school is, of het nou op de werkvloer is, al ben je zelfs een directeur. Kan je die public speaking skills of presentatietechnieken skills heel goed beheersen? Dan ben je echt, kan je meer invloed uitoefenen op je doelgroep, op je medewerkers. Eigenlijk weer die skills die iedereen denkt die vanzelfsprekend zijn, toch? Juist. Hoe communiceer ik effectief? Hoe kan ik constructief feedback geven? Dus dat zijn enkele zaken waarvan wij trainingen verzorgen op verschillende niveaus. Studenten, ouders, docenten, maar ook bedrijven, als er daarvoor behoefte is. Kijken we naar het gedeelte van bijlessen. Het is heel moeilijk geweest voor ons in het begin. Ik ga eerlijk zeggen, ik stond echt op het punt om mijn hele bedrijf gewoon op te doeken. Want ik was het al helemaal zat. Echt waar. I had no way out. Dat dacht ik. Tot op het moment waarbij je gaat zeggen van, oké, laat me nog een boek gaan lezen. Laat me nog een artikeltje gaan lezen. Laat me nog een uurtje uittrekken om wat research te doen op het net. Om te kijken hoe ik als zo'n bedrijf eruit kan komen. En bam! En precies daar kom je op de ideetjes, waarbij we hebben gezegd, we kunnen niet meer fysiek die bijlessen en huiswerkbegeleiding voor zorgen, maar wel online. Oké, online zijn er zoveel tools. Maar dan nog ontbreekt er iets in Suriname, waarbij mensen zich comfortabeler voelen bij begeleiders, waarbij mensen veel tijd erin stoppen, veel zoekwerk om in contact te komen met een begeleider. Nou, we hebben dan die switch gemaakt van ons business concept, om het maar zo aan te geven, naar een digitaal platform dat wij eind deze maand zullen lanceren. En dat platform houdt gewoon in dat studenten en docenten of begeleiders elkaar makkelijker kunnen vinden. Oh, leuk. Heel makkelijker kunnen vinden. Ja, bijvoorbeeld, ik ben een student en mevrouw Miranda is wiskunde Q-leraar. Ja. Ik woon op Geersvleet. En wat er gebeurde, studenten komen van Geersvleet helemaal naar Zuid, moeten 3-4 bussen pakken, heen en weer, 6 bussen in totaal,
moet je eerder vertrekken, je komt later thuis aan. Zoveel zaken die je moet overbruggen. Ja. Mm-hmm. Wat dit platform doet, is het geeft je een beter beeld, een beter overzicht van de geleiders in wiskunde Q, die het dichtst bij jouw buurt zijn. En dan kan je jezelf gaan connecten met ze. Okay. Dus dat is de fase 1 van het gaat worden. Mm-hmm. We waren genoodzaakt om die switch te maken. En yeah. COVID is niet goed natuurlijk. Geen enkele pandemie eigenlijk is die, ja, echt positieve dingen. Maar dan nog zeg ik, je gaat die positieve dingen eruit moeten halen en gebruiken. En take the risk. Heel goed. Dus dat platform wat je dit eind van deze maand gaat lanceren is dus fase 1, waar je dus net over praat, dat eigenlijk iedereen elkaar kan ontmoeten, alle niveaus. Ja. Leerkrachten, studenten, hè, voornamelijk. Maar praat je wat over begeleiders? Ja, de begeleiders, de docenten. Wat voor soort begeleiders? Docenten, hè? Dus ja. Eigenlijk meer begeleiding op echt het curriculumniveau. Juist. Okay, en de mensen kunnen zich dan categoriseren. Ja, dus maar, ik bedoel, bijvoorbeeld ik meld me aan het platform, dan moet ik zeggen, oké, is goed. Ik ben of student of docent. Dit is het niveau, dit is het vak. Dit is mijn specialisatie, dit is mijn beschikbaarheid. En jullie, komen ze dan automatisch bij elkaar? Of is er toch nog een interventie door jullie om een match te maken? Wat wij doen, we gaan natuurlijk die profielen even screenen. Zodat we weten, we gaan eigenlijk een soort klein onderzoek gaan we inzetten door het team om echt na te gaan of je werkelijk een docent bent bijvoorbeeld. Maar in een later stadium denken we ook eraan om niet docenten toe te laten. Dat je ook echt best mensen hebt met echt die achtergrond, die expertise om studenten te kunnen begeleiden. Mm-hmm. Maar sowieso gaan we die screening doen. Dus dat is die kleine interventie. Yeah. Daarnaast, die matchmaking, dat doen wij nog niet, maar dat gaat wel komen. Voor dus nu de matchmaking moet eigenlijk organisch gaan. Als ik bijvoorbeeld wiskunde zoek, Q, juist. Dan zie ik, oké, is goed, er zijn 3 docenten. En dan kan je inderdaad zeggen van, oké, is goed. Of is het ook mogelijk dat ze elkaar ondersteunen digitaal? Of is het fysiek? Of moeten ze dat zelf bepalen? Ja, ze kunnen dat zelf bepalen. Op de profielen van de docenten zie je bijvoorbeeld de availability, hoeveel seats nog open zijn, eventueel wat reviews van eerdere studenten. Dan maken ze contact. Maar de optie is ook of fysiek of virtueel. Ja. Fysiek, wij gaan natuurlijk die afspraak maken van kijk, dit zijn de richtlijnen, mocht je het fysiek doen. Voor nu even rekening houden met COVID, zeg maar studenten, maar zorg ervoor dat je dit en dit en dit en dit in place hebt. Je kan het eigenlijk bijna zien als een COVID-protocol, maar als het gaat om bijles verzorgen. De meeste mensen gaan wel kiezen voor virtueel. Nou, dan hebben we wel ook de richtlijnen daar als zaken virtueel moeten geschieden. Of het nog via Zoom is. En ja, maar bieden jullie dan het platform, het digitale platform, bieden jullie dus ook? Nee, dat bieden wij nog niet. Dat komt in een later stadium ingebouwd in het platform. Meerdere fases. Je begint nu al aan de uitbreiding. Ja. Oké. Hey, maar wel interessant. Wel leuk, inderdaad. Dat de mensen dus ook op afstand nu toch wel een soort van ondersteuning kunnen krijgen. En ook al is corona er niet meer, is het nog steeds interessant. Juist. Tijdefficiëntie, heel erg belangrijk. Veiligheid, denk ik. Is ook veiligheid, kostenbesparing. Wat je voor mij, want er was een geval, er was een situatie van een student die ik eerder had, die gewoon in een Facebookgroep had gevraagd, ik zoek begeleider, et cetera. En bleek dat het een niet te betrouwbaar was, waarmee ze in contact zijn gekomen. Gelukkig werd dat op tijd ook ontdekt door de ouders. Ja, oké. Okay. Veiligheid, tijdefficiëntie, maar ook kostenbesparing. Al die barrières worden eigenlijk weggewerkt in het hele proces. Zeker. Oké, zijn er kosten verbonden aan het aanmelden op het platform? Ja, voor nu zijn de kosten, we zijn nog even bezig daaraan te sleutelen om het te gaan aanpassen. Want in deze tijd, economische tijd, je gaat mee moeten met de flow. De kosten zijn voor nu alleen voor de mensen die zich aanmelden als begeleiders. Daar zijn er verschillende pakketten voor, kwartaallijks, jaarlijks, halfjaar. Mm-hmm. Daar zijn pakketten voor. En mocht een student interesse hebben in begeleiding van een of andere begeleider, dan zijn ze wel rechtstreeks in contact, dan wordt er wel een bepaalde fee afgesproken. Ik moet wel meegeven dat
iedere begeleider die aangesloten is op het platform van ons, wel dezelfde tarieven gaan hanteren. Ja. Dus niet de ene zegt van 300 SND een maand of die andere 300, nee. Gewoon dezelfde tarieven, omdat de main goal ook is om elkaar te gaan helpen. Elkaar te gaan helpen om eigenlijk door deze hele periode te gaan, maar ook dat ieder succesvoller wordt in zijn of haar studie. Want het is echt zwaar voor iedereen. Het is echt zwaar voor iedereen. En met dit platform komen we eigenlijk de studenten ook heel veel tegemoet. Maar niet alleen de studenten hoor, want we hebben ook een programma waaraan wij aandacht gaan besteden aan het teruggeven aan de gemeenschap. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, het teruggeven in misschien heeft een school een laptop nodig, of een PC, of een airco in de bibliotheek. Dus al die zaken, al die opbrengsten, een deel van het potje gaat terug naar de maatschappij. Omdat we er zijn om echt elkaar te helpen. Dus dit is wel eigenlijk wat je doet als jouw zeg maar corporate social responsibility van je organisatie. Oké, very nice. Yes. Eind van de maand ga je lanceren. Dus we hebben alvast een preview gekregen van wat je allemaal van plan bent. Nou, het klinkt in ieder geval heel erg aantrekkelijk, heel erg aangepast op de tijd wat er nu nodig is. Dus ja, ik vind het geweldig. En zeker ook omdat er zoveel onzekerheid is en wat er op dit moment in het onderwijs aan het gebeuren is. Zeker. Denk ik dat het een heel goed handvat is. Want examens gaan niet door, toetsrondes worden een beetje op een andere manier ingericht. Punten worden anders geregeld. En ik denk dat de spanning rondom de hele situatie ook bijdraagt, denk ik, hoor, aan studenten hun mental health, om het maar even zo te zeggen. Weet je, veel onzekerheid, waardoor ze toch wel een beetje houvast zoeken. Ik vind het een heel erg mooi initiatief, Ruiz. Dus ik wil je heel erg veel succes daarmee toewensen. Maar thank you very much. We kijken uit naar de lancering en natuurlijk kunnen ze je vinden op de social media kanalen. Ik ben overal. Ja, nou weet je nog, je bent jong van deze tijd, dus je bent overal. Ja, dat is de norm tegenwoordig. Maar je bent ook nog een beetje oldschool, maar je bent toch ook journalistiek opgeleid. Dus je weet ook wel dat de massamedia nog steeds relevant is. Dus dat zal je helemaal. Nog meenemen, denk ik, in jouw pakketje helemaal. Van wat je te bieden hebt. Heel erg veel succes ermee toegewenst. Thank you very much. Ja? Yes. Oké, stay safe. En hou ons op de hoogte van je uitbreidingen, want je bent ze nu al aan het bedenken. Zeker wel. Ook aan jullie, super gedaan. En keep it up. Oké, thank you so much. Bye. Thank you, bye-bye. Dat was het gesprek met Ruiz Cartoregio. Hij is van Jamur Institute for Education and Advice. Kijk uit naar de lancering van het platform aan het einde van deze maand. Dat is natuurlijk een hele goede oplossing, uitkomst voor onze studenten die ook in deze tijd het niet makkelijk hebben met het eindtraject waar zij in zitten. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer.